run je in vredesnaam een gaming website met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Jongens, hartelijk maandag. Welkom bij de Gamersnet Vlog. En jongens, het is echt groot nieuws, want de eerste Gamersnet Game Award goodies, die zijn binnen. En dan zei ze echt Gamersnet Game Award goodies, ik weet helemaal niet wat het is. Nou, heel veel weten het wel, maar sommigen weten het misschien niet. Dat zijn de Gamersnet Game Awards. Kun je stemmen op je game van het jaar. Dat gaat over anderhalve week van start. En dan geven wij enorme goodiepakketten weg. Nou, we hebben al goodiepakketten binnen van EA en van Activision. En om even een voorbeeld te geven, dit is die van EA. Dat is dus een doos vol met games. En shit. Oh ja, deze gaan we nog losgeven. Dit is de losweggeven. De Darth Vader edition van de PlayStation 4 controller. Dat wordt volgende week denk ik een actie. Een beetje veel actie zat, hè? Dus we moeten dat een beetje plannen. En dit hebben we al binnen van Activision. En daar zit ondertussen ook of onder andere ook een special edition van Destiny bij. Oh, wat vet. En allemaal games en Skylanders en t-shirts. Kortom, ja, de eerste goodies zijn binnen. Het wordt alleen nog maar meer. Dus dat wordt episch. Heb je me gemist, Keo? Heel erg. Echt, hè? Ik was echt aan het huilen. Ja? Nice. Nou, hadden we een beetje een probleem vandaag, want Tom is ziek. En Tom is eigenlijk nooit ziek. Tom werkt vaak, eigenlijk altijd op maandag en heel vaak op woensdag. En wat we dan doen op maandag, vaak nemen we en Gamers with Gear op en de Hot Coffee Show. Dat hebben we afgelopen maandag niet gedaan, omdat er een special van Gear zou verschijnen over hoe bouw je een PC. Nou, die special die zou een weekje vertraagd zijn. Maar toen moesten wij bedenken, welke Gear gaan we dan deze week doen? Dat is één ding wat we allemaal al super vaak getest hebben. Dus dat we sowieso altijd als Gear kunnen gebruiken, als soort backup. En dat is de PlaySeat. Dus Daan is nu even lekker aan het racen. Kun je een sfeerbeeldje op maken? En dat wordt Daan's eerste keer. Hoe voelt dat? Het. Hier, de een zijn ziekte is de ander zijn plezier. Dudes, wij kregen vandaag echt het vetste speelgoed ongeveer ever van Square Enix. Vanwege de launch van Just Cause. Moet je me eens even zien. Kijk, zo super schattig. Ja, dit is onze eigen awesome raketlanceer, die kan je besturen met je iPhone. Nou, vraag je af, hoe ga je dat in godsnaam testen? Nou, we hebben gelukkig een vrijwilliger gevonden naar ons stagiair Arkeo, daar is die. Dus dat moet even op getest worden. Wat, gaan we zo schieten? Oh, komt ie, ja? Oh man, komt ie! Oh, ik vind de armo echt niet goed. Oh, nog een keer. Oh, mis. Vet speelgoed, hè? Ja, dudes, en zo zijn we dus beland op Utrecht Centraal. Ja, want het is een grote dag. En ik zeg vaak dat het een grote dag is. Het is een beetje een nieuw ding, merk je. Het is gewoon een groot jaar, hè? Het is gewoon een groot jaar. Het is een heel groot jaar. Stop, want ik moet uitchecken. Oké. Dus niet snel lopen. Oké. Maar Daniel is van de week jarig. Ja, die is zondag jarig. Dus we gaan nu vieren dat hij jarig is. Jazeker. Nou, hoe gaan Lennart en ik dat doen? Door samen ons eerst helemaal te bezatten. Ja. En Daniel later we gaan eerst Utrecht zien. En dan naar het feestje van Daniel. Gaan we naar Tivoli. Ja. Ik vind Tivoli wel leuk. Peter is er te oud voor. Ben ik er echt te oud voor? Nee hoor, wees maar niet bang. Tivoli Peaceburg. Ah, oh, Vredenburg. Nice. Die is goed. Uitchecken. Yo. Oh nee, ze hebben hier topmuziek. Let op. Piano. Ah, dankjewel. Ja, waarom neem je ons mee naar een tent waar ze topmuziek hebben? Omdat het niet maar één keer is. Ben ik een bakker. Star Wars. Hand Schultzberg. Ja, Hans Schultzberg, ja. Ja, hij is een drankspel. Nou goed, laat maar. Kom hij legt nog wel een keertje uit. Goed, hij legt nog wel een keer uit. Jongens, oké, we hebben even een persoonlijke kwestie op te lossen. Want we hadden net een discussie. Wat is er nou toffer, honden of katten? Peter heeft twee katten, waarvan er eentje naar mij is vernoemd. Heb ik vernomen. Of ben ik naar hem vernoemd? I don't know. Ik kende jij nog niet toen ik Lenny noemde. Oké, we zijn allebei naar Akka vernoemd. Ja, dat ben ik. Ja. Maar jongens, we willen graag van jullie weten, zijn jullie team kat of team hond?
Want ik ben dus team Superhond en dat is team Mega Loser Cup. Luister even, even. Nee, doe even niet zo stoer. Ik ben niet stoer, honden, dat is waarheid. Honden zijn echt fucking dom. Nee. Honden zeggen, ik ben blij met een baasje en ik ga achter een baasje aan. Terwijl katten hebben een persoonlijkheid. Katten zijn awesome. Dus katten zijn altijd beter. Echt niet. Ja, maar jij krijgt nooit liefde van een kat. En dat betekent... Jongens, sorry dat ik er zo uitzie. Het was gisteren laat. Ik zie de wallen en ze zijn werkelijk ongekend. Ik herken dat. Sorry. Ik heb hier ook geen crème. Dus ik kan, niet, kan er niks aan doen. Akeo is bezig. Die is bezig met Game Awards goodies van Ubisoft. Dit is de hele doos vol. Daar is inmiddels even tussenstand, hè? De Game Awards. Deze doos zit inmiddels vol. En dit is denk ik de helft van wat er gaat komen. Er komt nog van Warner Brothers heel veel van Nintendo. Maar ik wilde even iets anders laten zien, want zoals jullie weten worden wij gepowered door MSI. Tenminste, onze streams die worden door MSI gesponsord. En daar hoort, vorig jaar hebben we daarvoor een hele vette laptop gekregen, waar Akeo nu mee aan het werken is. Maar goed, nieuw jaar, een deal is verlengd, thanks ervoor trouwens. En dat betekent dat we even iets nieuws mochten uitzoeken. En ik was toe aan een nieuwe laptop, dus ik ga van mijn Mac af. En het wordt nu deze. Het is de GS30. Ja, het wordt wel een beetje een afscheid inderdaad. Ik heb 6 jaar met deze Mac gedaan, hè. Dus ik heb echt lang volgehouden. Maar dit is mijn nieuwe schatje. De GS30. Super klein schattig laptopje. Met natuurlijk het docking systeem. Dat zit hier nog in. Dus die ga ik dit weekend helemaal instellen. En helemaal mijn nieuwe laptop maken. En dan ben ik straks gewoon een beetje zo. Zo comfort man. Een beetje rondlopen. Een beetje zaakjes doen. Ik ken het wel. Fuck nassen. Wat zit er allemaal nog meer in? Powerbank, spellen. Te lief. Nood. Zo, dus serieus beter dan haar. Ik ga hier mijn games in 1 minuut doen. Maar niet te kammen. Schattig, hè? Akeo zegt het tegen mij. Ja, dat doe ik toch even in een car zitten. Dat doe ik toch even. Maar het is heel vet. Het is namelijk, ik had deze gezien. Ik had stiekem aan Ubisoft gevraagd als ze er een over hadden. Maar dit is dus het Rainbow Six Riot Shield. Ga erachter staan. Niet zo blij. Je bent Terrace Hunter. Doe cool kijken. Fuck naast het toch? Dus die moeten we naar elkaar gezet. En dit is de... Hier heb je de instructies. Ik verveel me de hele dag al. Hij is super druk met allemaal aftermovies. Ik doe het wel. Ik vind serieus, Lennart, dat wij onze welgemene excuses moeten aanbieden voor de dronkenmansvideo die wij deze vlog hebben getoond. Ik schaam mezelf bijzonder. Ik heb hem niet gezien, maar ik schaam me bij voorbaat al. Ja. Dus sorry ervoor. Willen jullie nog meer van dit soort vette dronkenmansgelal? Dan moet je ons gewoon overal volgen. Op YouTube, ja. Op Facebook, op Twitter, op Twitch en natuurlijk op gamersnet.nl. Laat maar weten, want trekken we er nu direct ook één open. Ja, dan doen we nu een biertje open trekken en alle content op Gamersnet een dag eerder. Ja. Awesome.